Nou, dit is dus nog wat er van over is. Ze zijn ook aardig bezig met de fundering. En zo ziet het er nu vandaag alweer uit. Gisteren zijn ze dus een uurtje bezig geweest. Het is vandaag vrijdag 21 mei en het is nu 7:15 in de avond. En zoals je ziet staat dit er nog en de rest allemaal weg. Allemaal weg, 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 weg. Nou, dit is dus nog wat er van over is. Ze zijn ook aardig bezig met de fundering. En maandag hebben ze gezegd dat het plat zou gaan, maar maandag is het dus de tweede Pinksterdag. Dus dan denk ik dat het dus dinsdag wordt dat het helemaal plat is. Yep. Nou, we gaan het zien en meemaken. Het is vandaag 23 mei 2021. En zo ziet het er nu vandaag alweer uit. Gisteren zijn ze dus een uurtje bezig geweest. Nou ja, dan kan je dus raden welke dag het was. Het was zaterdag. Het is nou zondag. En dit is ook leuk. Dat je dit dus hebt. Dat je dus zo het bouwterrein op kan. Ja, en er zijn zoveel helemaal een meer plekken waar je zo in één keer een bouwterrein op kan. Maar dit is nog van over. Nou, dit bedrijf doet het dus allemaal. Erg handig. Maar je kan er hier ook nog een keertje in. Deze zit niet vast, zoals je kan zien. Zit niet vast. Nee. Kom eens hier. Hi. Met haar altijd. Ja, gelukkig. Ja, echt hè. Hey, dank je. En dan is hier een aardig hek ingedeukt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien.
Ja, kijk, nu wel. Ze hebben het een beetje verstevigd met twee hekken aan de zijkant. Dus ja, gaan we het allemaal lekker meemaken, deze puinbak hier. Updateje, het is vandaag dinsdag 25 mei 2021. Dit is er nog van over. Het gaat vandaag plat. Dit is ook voorlopig het laatste wat ik even ga filmen. Ik ga pas weer filmen als dit ook allemaal weg is van dit hele terrein. Dus dat zal wel weer, als het wederopbouw is, dat ik dan weer ga filmen. Ja jongens, het is vandaag donderdag 3 juni, 10 voor 9. Dit was weer een korte update voor jullie.